Ik ben zeer verrast. Van de Academy zelf nog niks gehoord. Maar als het in de krant staat, dan zal het wel kloppen, zeker. Mijn film Mank is het autobiografische verhaal van een getroubleerde Vlaamse jongen met dromen die te groot zijn voor zijn kleine dorp. En een linkerbeen dat te groot is voor zijn rechter. De oorspronkelijke titel was 1917, verwijzend naar hoeveel centimeter lang mijn beentjes respectievelijk waren bij de geboorte. Maar die titel was blijkbaar al bezet. Van alle 10 nominaties ben ik eigenlijk het fierst op beste kostuumontwerp. Want daar hebben we heel veel werk in gestoken. Ja, dit is de broek die ik aan had in de iconische scène waar ik geweigerd word bij het leger wegens mijn geaardheid. Ik heb ze alvast laten inkaderen voor de Planet Hollywood in Disneyland. Die zullen wel vragende partij zijn nu. Ik ben nog altijd je moeder, hè? Stop het hoor! Mijn moeder, hoe moet ik me voelen als mijn moeder zit te lachen terwijl de zatlapper op café bierwieltjes onder mijn voet steken? Hoe moet ik me voelen, moeder? Ik vond dat gewoon goed gevonden! Criticasters die beweren dat het succes van de film bij de Academy iets te maken heeft met de heersende diversiteitskoorts, dat vind ik bullshit. Nee, ik kan straks met geheven hoofd over de rode loper wandelen. Maar ja, over de rode loper waggelen. Probeer jij maar eens een deftige kostuumschoen te vinden met een plateauzolen. Een schappelijke prijs.